Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Camera Gamers. Welkom terug in Omsi. Hallo Bel. En welkom in Clayflat, de Jezus Mina. Wat dat nou? waar we staan in Ambach Mitte, bij de gevangenis. Met een intercitybus. Het is de Volvo 9900. Met een skin van de Deutsche Bahn intercitybus. Normaal gesproken leidt het natuurlijk een gewone bus, maar ik vond het wel leuk om eens een keer met deze te rijden. Ik moet nog even kijken of mijn motor start. Ja, dan doet hij het oké. Dan moet ik hem nog in de drive zetten. Mooi. Hopelijk gaat de mensen zo instappen. Dat is nog een beetje een puntje namelijk. Ik moet nog wel even de route selecteren, dus dat doe ik dan ook nog even gauw. Route 12. Geef wat help dan af. Nee, ik moet hier beginnen, dus ik moet de tijd even 10 minuten achteruit zetten. Anders klopt namelijk mijn route niet. Stadscentrum. Bus. Amberg. Ja. Mooi. Nou heb ik natuurlijk geen tijd in deze bus te stummen en ook helemaal geen... die kan wel rijden. En ook geen... Hij is wel vet deze bus, dat moet ik wel toegeven, maar... Ik heb geen tijdschema in deze bus hangen, dus... we zullen mee moeten doen met... met de tijd die ik denk erover te moeten rijden. Goed. En deze halte is altijd... Oh, er staat toch al wel degelijk iemand. Wat meen je? Zo. De kaartjesverkoop doen we even niet aan. Want dat heeft meerdere redenen. Die werken niet helemaal lekker in het spel, namelijk bij mij. Zo. Ik heb echt het idee dat ik een gigantische bus rijd. Maar goed. Hey, okay. Dat is de bus die ik vervang. Met Riepsvaart, die hoeft het niet meer te doen. Goed, hier links kwamen we de vorige keer vandaan. Dus in de vorige route. Dat is lijn 59 die niet op de kaart staat. Dus we rijden even twee haltes extra tot en met Ambach Mitte. En vandaar dat rijden we zijn eigen route richting. Oh. Kijk, de mensen willen in ieder geval instappen, dat is een goed teken. Want dan probeer ik even nog een andere bus in te maken, dus in de plaats ik niet instappen. Nou, dan heb je ook weinig aan je bus route, hè? Hallo. Hallo. Heel goed. Scan hem inderdaad maar even Hallo. In. Even kijken hoor. Ik heb maar één keuze, dat is fijn. Goed, ik vind het echt heel anders rijden dan de stadsbus, hè? Kijk, ik zie net in mijn spiegel dat ik nog gigantisch veel ruimte heb, terwijl ik de bocht veel te breed draai eigenlijk. Het is me goed trouwens ook dat het een automaat is, maar... Ik zit ook zo hoog in die bus, hè? Goed. Oh, hier heb je die gave kerk. Dat heb je de vorige keer ook gezien. Zo. Hoppatee. Kom erin. Hallo. 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 Hallo.
er allemaal in, joh. Een feestje in mijn bus. Als je niet meer naartoe dat al ik zo zie gaan, joh. Het is in echte bus ook altijd zo, ja, dat irritant toe dat al gedoetje. Ja, hier hebben we het grote station van Ambachtsmitten. Waar we dus ook langs moeten rijden. Oh, hier heb je 59, maar meneer 59 staat wel iets wat in de weg. Zo. Wat moet hier zijn? Daarachter moeten we hem stilzetten. Mooi zo. Zo. Mooi zo. Stap erin. Hallo. Ik weet niet of er nog mensen uit moesten stappen eigenlijk. Hallo. Ik denk het niet. Ja, het is wel een super mooie bus zo van de Deutsche Bahn. Nou ja, dat is ook wel geinig dat je de roltrap hoort gaan. En dat draait ook echt richting Rathaus. IVA Ambach. Dit is de station. Ik heb alleen nog geen idee dus wanneer we moeten gaan. Maar laten we in ieder geval de deuren maar dicht doen. Ik weet niet of daar nog iets van tijd op staat of zo. Oh! Vet. Handig. Kan ik daar ook de tijd op aflezen dan? Nee. We zijn nu bij. Ambachtsmitte 42. 43. Oh, we gaan. Vet. dat het op het beeldscherm staat, joh. Daar had ik er niet echt van verwacht. Oh, ik moet eentje verder naar links. Oeps. Dat zat ik zo tegen het verkeerde in. Zo. We zijn weer op weg. Volgende, een Bahnhofstrasse. Zo, een drukte. Goedendag. Kom er allemaal in, mensen. Kom Hallo. Er allemaal in. 60 Flughaven. Oh. Die heb ik nog niet eerder gereden. Ik denk ook niet dat die precies hier voor ons bedoeld is. Oh, we zitten helemaal achterin. Zo, we hebben wel volle bus trouwens. Next up. Oh, dat is een stoepje. Dat is bijna die auto. Wat zijn uit. Wat gaat hij nou lopen dan? Oh, die gaat er bij de deur staan. Oh, kijk uit waar ik blij. Oh. Ja, een watertje weer over. Hallo, hallo. Ze stappen dus wel allemaal achteruit. Was die er nou ook nog uit? Ja, zie je wel, ik zag er nog lopen in de bus. Oh, hij is rood zo. Daar gaan we sowieso heen trouwens. Lijkt door denk ik maar. Ik denk het ook ja, als ik zo de zijwegen zie.
Trekt hij nou een 6 op? Beetje hoog getal om in de 6 nou echt op te trekken. Goed. En met zijn bus kan dat vaak wel, omdat je hele zware motor erin hebt liggen, maar... Hallo. 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 Vaak kan ik ook, ja, zie je wel? Ik kan met mijn deur open wegrijden. Dat kan bij een toenenkar. Maar dan gaat hij piepen. Dan kan je met de deur kan je open wegrijden. Dat zie je heel vaak wel. Men, dat zal net wegrijden als de deur nog open staat, dan hoort dat piepgeluid. Dat heb ik wel vaker gehad als ik met zijn toenenkar wegging. Oh, ja, die was ietsjes hard voor mijn gevoel, inderdaad. Hé! Oeh! Yes. Ja, dat was inderdaad vrij hard voor mijn gevoel, ja. Oeps. Nou, dat was heel slecht voor mij, dit hoor. Zo, het is wel druk, hè? Jeetje. Hé! Hey. Mijn bus zit vol, wat dacht je daarvan? Die mensen kunnen niet meer instappen omdat mijn bus gewoon vol zit. Er mogen natuurlijk geen mensen staan, nee, dat is wel. Dat is wel een puntje van aandacht. Ja, ik doe niks! Nee, die was onterecht, ik deed niks. Zo, dat was heel... Ik weet niet of ik nou onder dat bruggetje precies doorpast. Dan had ik nog even moeten kijken, maar... Dat leek wel bijzonder knap te zijn. Nou, eentje die moet blijven staan. Twee. Nou, ik weet niet of jullie hebben gezien wat ik deed, maar ik deed in ieder geval niet tegen het middenrandje aan. Maar... Oh, dat was heel knap. Was ik nou daar rechts? Den Radestrasse. Ik weet niet. Ik weet het niet. Oh, misschien moet ik daar eerst naar die halte toe en dan omkeren. Ik denk dat dat het is. Wat is er nou te klagen? Nou, denk ik weer helemaal niks, hè? Ja, moet je dan weer zo'n rondje draaien of zo? Ik weet ook niet precies. Oh, hier is. Ja, hier is zo'n. Ik zie het al. Hier kunnen die mensen dan zogenaamd oversteken, daar naartoe, daar naar het platform lopen. Dat is het. Nou, stappen ze allemaal uit. Heel goed. We gaan verder, want dat met het gezeur van die mensen. Ik ben het helemaal niet mee eens, maar goed. Hebben we voordang, ja. 58. Oh hier, Dritte Ausvaart. Oh, dat is... Dat, waarom, ik snap het al, niks van Dritte Ausvaart. Dat betekent dat ik
drie maal ontmoet. Derde afslag. Wel, kijk, dan zie je wel, dan moeten we zo meteen toch wel linksaf gaan, inderdaad. Waar we dan net hebben staan kijken. En dan gaan we hier zo onderdoor, denk ik, over deze weg heen of zo. Ik weet het ook niet. Heeft dat helpt dan of hier gaan we naar links. Guten Tag. Na komm. Hallo. Mijn bus is het 18 graden, dan heb ik toch de airco aangezet. Dat is wel. Dat is wel de next. Ik heb wel een super breed raam ook eigenlijk, hè? Dat is ook wel handig, hè? Dat is een super breed raam. Dat leidt ook veel, veel meer overzicht. Den Rade Kreuz. Als ze dan niet zo hard zitten klagen dan net, dan was het de perfecte ronde geweest. Maar ik vind het namelijk best wel lekker rijden deze route. En die bus trouwens ook hoor. Daar is niks mis meer met die bus. Die rijdt best wel goed. Zo, brede brug. Doe maar. Was ik daar onderdoor? Oh. Dat is echt grap. Alte Bahnhof. Schönen guten Hallo. 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 Vanaf hier komen er ook weer een aantal routes bij. Ik weet niet of dat dan. Ja, volgens mij vanaf hier inderdaad, ja. Vanaf die kant komen er weer een paar routes bij. En dan is het weer de route vrij hetzelfde als overige routes. En dan hebben we nog. Altebahnhof, even kijken, 1, 2, 3 haltes tot Hauptbahnhof. Waar wij eindigen. Zo bijzonder, want dit is de enige lijn die eindigt. Oh nee, toch niet, laat me zitten. Nee, ik kan het zeggen. Het is niet de enige lijn. Ik dacht even te zien, maar nou, er is nog een lijn. Een van de weinigen die eindigen op Kreeflaat Hauptbahnhof. Omdat het daar gewoon, zoals je straks wil zien, vrij smal is ingericht. Alle lijnen rijden er wel langs. Tenminste, alle, veel wel. Maar het is vrij lastig om daar echt een pauzehalte zeg maar, ervan te maken. Alle linia. Moet ik hier? Nee, ik moet de bus maar volgen. Zo, wie is druk? Komt er nog een aanvliegen vanuit de rechterkant? Tenminste, ik weet niet wat die doet. Sisters Klaas heet het hier. Hallo. Wat al die mensen mee? Oh. Hallo. Inderdaad, lopen lekker door. Hallo. 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 Zullen we even gaan kijken hoe laat we het hebben? Hallo. Sisters Klaas 56. Hallo. Oh. We staan op tijd.
Handjes. Maar zo, een mooie tijd dus. Wat is de site? Ik doe niks. Zo. Het is echt een grote raam dat hij op zit, zeg. Jeetje. Ik deed niks. Hou op. Af en toe denk ik dat het ook iets met dat schakelen te maken heeft of zo, maar lijkt me zo vreemd. Als dat zou moeten wezen. Als hij door dat schakelen dat hij dan een soort van terugvalt of zo. En je ziet elke keer als je vooruit en dan schakelt hij, dan valt hij iets achteruit, zeg maar. Dus ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar. Maar wat handig maar vernuftig hier. Ja, dat bedoel ik. Ja. Walterwerk. We hadden daar net weer geen last van. Hallo. Oh, mijn bus zit in ieder geval wel vol, dat is wel leuk. Dat ligt dan toch echt aan mijn bus, hoor. Dan zie ik sofort raus, bei dem Fahrstil fahre ich nicht mehr mit. Ja, oké, dat is mooi voor jou. Stap je tegelijk uit, is het eindhalte. Nee, maar serieus, dat ligt echt aan de schakelen volgens mij. Maar dat we dat in het begin dan niet gehaald hebben, dat snap ik dan weer niet. 58, oh, we zijn 58, gaan we dan links. Maar aan de andere route zijn die namelijk recht doorheen en die stoppen bij deze halte, zeg maar. En wij stoppen bij voor het station, omdat daar de eindhalte zit. Dus ja, ik denk dat dat deze is, ja. Kleeflaat Hauptbahnhof. Dit is de eindhalte voor mijn bus. Waar al die zeurende mensen uitstappen. Oh, ze verdwijnen ook allemaal, dat is ook altijd prettig. Dat is dan weer jammer. Is ook wel heel vreemd, hè? Het zijn een soort van in elkaar te wachten om naar buiten te mogen lopen. Goed, iedereen is uitgestapt. Dan leiden wij nog even leeg naar de rustpost. Het is een 58 gezegd hoor, ik weet niet precies. Oh ja, wij moeten hier links afstaan namelijk. Dan... Moeten we even op het stoplicht wachten nog. Oh, ook goed. Krijgen we wel mijn bordje dat alles netjes in orde was, qua tijd. Dan moet ik nog even hier aan de... Daar gaan we staan. Is dat nou mijn toeter? Jezus, wat een slechte toeter. Wat een vreselijk slechte toeter. Oh, het draaide iets te langzaam in. Goed, dit is dus de wacht...
is de wachthalte. En dus bedankt voor het kijken in ieder geval naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie de bus zelf wel leuk vonden. Ik denk dat het ook weer eens een keer wat anders. Maar goed, het heeft ook zo zijn nadelen, zag je alweer. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Bye bye.